Mijn naam is Ingrid Faber. Ik ben algemeen directeur van de Faber Halbertsma Groep, tegenwoordig bekend onder Pooling Partners. Wat we eigenlijk doen is, wij proberen onze klanten de meest optimale manier van het gebruik van pallets aan te bieden. Als het gaat om het verhuren van pallets, dan moet je eigenlijk wel Europees actief zijn. Want klanten van ons die produceren op één locatie en leveren dan naar Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, maar ook Turkije, Italië, Oost-Europa. En wat wij moeten doen is, we moeten op die locatie de spullen terughalen en ook zorgen dat het ter plekke dan weer klanten zijn die ze weer opnieuw kunnen inzetten, zodat we leegvracht zoveel mogelijk voorkomen. IPW-Logipal die vraagt van alle leveranciers om alle pallets te certificeren. Dus dat betekent dat we daarmee gegarandeerd zijn dat het hout wat gebruikt wordt voor het maken van die pallets uit duurzaam beheerde bossen komt. Als een boom groeit, dan neemt hij CO2 op uit de dampkring. Feitelijk is een boom een soort container voor CO2. Op het moment dat je er dan pallets van maakt en die blijf je maar gebruiken, dan zie je dat er een soort container voor CO2 is die je gebruikt voor je transport. En aan het einde van de cyclus, als de pallet niet meer te gebruiken is, dan kan je hem versnipperen. Je kan er spaanplaat van maken. Je kan er, met die snippers kan je ook warmte opwekken. Je kan er ook stroom mee maken. Het is eigenlijk een soort biomassa. Dus het is gewoon een hele natuurlijke grondstof. En wat we doen is, we maken bijvoorbeeld gebruik van treinen van klanten. Klanten leveren producten naar hun afzetkanalen. En dan komt er vaak een lege trein terug. Nou, dan kunnen we prima de pallets die ook inmiddels vrijgekomen zijn, kunnen we inzetten om uiteindelijk weer oorspronkelijk bij de klant terug te komen. Ander alternatief is dat er zijn bedrijven die hebben zelf op hun terrein een depot van ons. En wij doen het sorteren en repareren op het terrein, zodat we niet nog eens een keer extra de transport van ons depot naar de klant hebben. Maar dat het gewoon eigenlijk al op locatie staat.